Nanotechnologie is buitengewoon ingewikkeld, maar wat het ons gaat brengen is onvoorstelbaar. Misschien ook wel gevaarlijk. Wie wil de tijd niet iets versnellen om alvast te kijken wat ons te wachten staat? In Eindhoven staat een oude rijdende supermarkt, een SRV-wagen, als onderdeel van de Dutch Design Week. De supermarkt verkoopt speculatieve producten die dankzij nanotechnologie ons leven zullen binnensluipen. Maar jij schijnt dus te weten waar we het in de toekomst over gaan hebben. Vertel het maar. Ik ben geen toekomstvoorspeller, maar wel een toekomstverkenner eigenlijk. Ja, eigenlijk is het een expositie. Het is een omgebouwde SRV-wagen. Dus zodra mensen erin komen, dan snappen ze, oh wacht, dit is geen nieuwe supermarkt, maar ik ga hier iets zien en leren. En in die supermarkt, daar presenteren wij wat ik noem met een moeilijk woord speculatieve producten. Nou, dat zijn ook producten die zijn ontwikkeld door kunstenaars en ontwerpers, begeleid door wetenschappers. Die maken een abstracte toekomst zichtbaar en tastbaar. Niet zozeer om te zeggen van, nou ja, jongens, dit wordt de toekomst. Maar om een soort scenario's te laten zien die ons ook helpen om na te denken wat voor toekomst we nou eigenlijk willen met z'n allen.